Hoi! Wij zijn de Tessense oppasmeiden. Kom maar binnen! En dit is een van hun vaste oppasadresjes. Nu eventjes met z'n zessen tegelijk, maar normaal gesproken doen ze het oppassen in duo's. Nou, als je zeg maar je eentje moet en die kinderen moeten al heel vroeg naar bed en je moet dan bijvoorbeeld tot 10:30 oppassen, dan heb je nog gezelschap, zeg maar. Anders zit je alleen op de bank en dan is het best saai. Ja, vooral als het meerdere kinderen zijn, dan is het ook handig als je met z'n tweeën bent. Kan die andere nog op andere kinderen letten. De meiden kwamen op het idee voor een oppasclub via een serie op Netflix. Hi, we're the Babysitters Club. Call us if you need us. Bye! En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk wel leuk om een oppasclubje te beginnen. En toen hebben we een Insta aangemaakt. En toen waren er allemaal positieve berichten over ons. En toen gingen steeds meer mensen, wouden dat ook. En ja, dan wordt het steeds meer. Nou ja, we dachten echt van, wow, we wisten niet dat we zo snel aanvragen kunnen krijgen. Sindsdien is het heel goed gegaan en zo. En ook van huilende oppaskindjes hebben de meiden weinig last, want ze komen goed voorbereid. Dit is de speelgoed oppaskist. Er zit van alles in voor kleinere kinderen en grotere kinderen. Nou, we hebben hier, dit is de bellenblaasmachine. En dan hebben we gewoon met bubbels en dan komt er heel veel bellenblaas ineens uit. Wil je bubbels maken? Hoe is het goed? Zeker weten. We kunnen ze met een gerust hart achterlaten. Ja? Gaan we al zoeken? Ja. Welkom! Vanwege hun eigen leeftijd passen de meiden 's avonds op tot uiterlijk 11 uur en op schooldagen tot 10 uur. We vragen 2,50 per uur en per persoon, dus verdien je gewoon goed. En ook de oppaskinderen lijken tevreden. Vind je het leuk dat wij komen oppassen? Ja. Ja?